En dit was zo'n waanzinnig sportjaar. Eh, voor Nederland vooral. Maar, maar ik heb een fragment van een Canadees gekozen, omdat dat staat voor werkelijk wat sport kan doen met mensen. Ik was op de, op de Winterspelen in Vancouver en daar was Alexander Bilodoue. Dat was de eerste Canadese skier, eh, eerste Canadese sportman die goud bracht voor Canada. Op het onderdeel piste skiën. Waanzinnig onderdeel. Verschrikkelijk moeilijk. Hij wint daar het eerste goud. Na de wedstrijd rent hij gelijk op, op een man af en het blijkt zijn broer te zijn. Het is duidelijk iemand met het syndroom van Down. In de persconferentie, ik zat in een café in Vancouver. Daar zaten echt honderden Canadezen te kijken naar een groot scherm en daar gaf hij uh, zijn persconferentie, toen met die gouden medaille. En hij zei: uh, Ja, ik heb. Ik heb hier zo veel voor gedaan. Ik heb denk ik wel drie of vier keer mijn kniebanden gescheurd. Ik heb zo vaak op het punt gestaan om te stoppen. Maar dit is mijn broer. En zijn broer zat naast hem. Het syndroom van Daan. Die zat naast hem en hij zegt... Hij klaagt nooit. Ik heb heel vaak op het punt gestaan om te stoppen. En ik zou ook zeker stoppen. Ik zag het niet meer zitten. Maar dan werd ik wakker en dan zag ik mijn broer. En die lacht altijd. Die, heeft, die, die klaagt nooit. En smiddags klaagde hij nog niet. En s'avonds ook niet. En die ging soms mee, mee, mee skiën. En ik denk: als hij het kan, dan moet ik doorgaan. Ik heb niks te klagen. Hij heeft reden tot klagen. Ik niet. Ik kan goud winnen. Ik kan alles doen. Ik ben een sportman. En mijn leven is sport. En wat ik wil, kan ik. Hij niet. Waarom klaagt hij niet? Ik moet ook niet klagen. En ik ben doorgegaan. Voor mijn broer, dit is ons goud. Waanzinnig mooi. Tranen bij het hele café.